De viering van het Paguafeest is dit jaar wat ingetogen, oftewel rustig. Dit kan volgens de directeur van het directoraat cultuur, Stanley Sidoel, liggen aan de financiële situatie in ons land. Volgens hem voelt een ieder het zo'n beetje in zijn of haar portemonnee. Ondanks dat blijft het toch een vreugdevol feest, zegt Sidoel. Is ook uitbundig, leuk. En later op de middag zijn er ook wat activiteiten in het centrum, in de Palmentuin. Maar natuurlijk op deze dag is het ook is goed om ook onze gedachten, zo bij onze broeders in het binnenland die het ook nu zo moeilijk hebben met het watersnood. Dus het is wel een uitbundige feest. De betekenis ervan kennen we. Maar het is altijd goed om op deze dag onze gedachten ook bij de minder bedeelde mensen die een beetje verdriet en een beetje minder goed hebben. Dus dat is persoonlijk voor mij. Dat mijn gedachten ook naar die groep Surinamers en andere mensen die het niet zo in de gelegenheid zijn om het uitbundig te vieren zoals wij. Want is dat misschien ook de reden, want we hebben gezien dat het directoraat cultuur elk jaar dit feest herdenkt, maar dit jaar hebben we niets gemerkt. Dat is al veel redenen hoor. We hebben pas een nieuwe onderdirecteur, dus waarschijnlijk was het organisatorisch even onwennig. Maar het speelt ook de financiële beperkingen bij de overheid, speelt ons ook part. Al die tijd wat we kunnen doen is met eigen bijdrage doen we wel wat. Door organisatie, we zijn bezig een organisatie, reorganisatie door te maken. Misschien ook de financiële crisis van ieder. Volgens Sidoel heeft het directoraat intern het Holyfeest gevierd. De boodschap van de cultuurdirecteur is dat een ieder indachtig het Holy, het goede in het leven moet nastreven. Ook de moeilijke situaties die wij nu doormaken, komen we te boven als we met z'n allen er hard tegenaan gaan, zegt hij. Onze nieuwsdienst heeft Sidoel ontmoet bij Sonja Quintenbos, die zoals elk jaar weer een ontvangst had. Bij het Paguafeest worden er verschillende kleuren poeder gebruikt. Volgens haar symboliseren deze kleuren vrolijkheid, lente en een nieuw jaar. Jaarwisseling en het heet Pagua. En we zijn blij. Ik hoop dat hier mag de goede de kwade overwinnen. Ik wens deze dag voor alle Surinamers. Alle Surinamers, ik heb vroeger gehoord van mijn vader, wij zijn allemaal één familie. Maar tot de tijd lijkt het niet zoveel meer waar het me echt verdriet geeft. Want wij zijn mensen die bij elkaar horen. Het doet er niet toe wie je bent. Je bent een mens. En het gevoel van je liefdesgevoel, wat je voelt dat je nog nooit hebt gevoeld. Het gevoel wat wij voelen voor onze mensen, moeten wij er zijn. En iemand die geen gevoel voor een ander heeft, noem ik geen mens. Ik wens iedereen, de hele Surinaamse bevolking, een sobholi en oude oudjes, heel veel geluk, gezondheid nog en lang leven. De boodschap van Sonja Quintenbos aan degenen die het niet zo nauw nemen met het leven van anderen. Ook hier was er een Tjautal groep die de sfeer van het Paguafeest er helemaal inbracht met hun liederen. De boodschap van Quintenbos aan de samenleving in verband met Pagua is dat wij liefde moeten hebben voor elkaar, jongeren voor elkaar en voor de ouderen.